Ik wil nog een stukje vertellen uit Roald Dahl. Het boek heet Mathilda. Ik vertel de boekenworm. Weet je wat zo raar is van vaders en moeders? Al is hun eigen kind het walgelijkste mormel dat je je voor kunt stellen. Zij blijven ervan overtuigd dat hij of zij fantastisch is. Ach, dat geeft helemaal niet. Zo zijn de dingen nu eenmaal. Pas wanneer die ouders ons beginnen te vertellen hoe briljant hun afgrijselijke spruit is, dan roepen wij, haal een bakje, ik moet overgeven. Schooljuffrouwen en meesters hebben veel te lijden onder dit soort lariehoek van trotse ouders. Maar ze zetten ze dat meestal wel betaald in het rapport. Als ik een onderwijzer was, zou ik een paar heel gemene opmerkingen bedenken voor de kinderen van zulke liefhebbende ouders. Uw zoon, Maximiliaan, zou ik schrijven, is een volslagen onbenul. Ik hoop dat u een eigen zaak hebt, waar u hem een baantje kunt bezorgen, als hij van de school komt. Want u kunt er donder op zeggen dat hij nergens aan de slag zal kunnen. Of als ik die dag in een dichterlijke bui was, dan zou ik misschien schrijven. Het is een merkwaardig feit dat bij sprinkhanen de gehoororganen aan weerszijden van de buik zitten. Te oordelen naar wat uw dochter Vanessa de afgelopen maanden heeft opgestoken, bezit ze in het geheel geen gehoororganen. Ik zou zelfs nog dieper in de biologie duiken en schrijven. De cicade scharrelt 6 jaar als larve rond onder de grond en leeft niet meer dan 6 dagen in de vrije lucht en de zonneschijn. Uw zoon, Frederik, heeft 6 jaar als larve rond gescharreld op deze school en we zitten nog steeds te wachten tot hij zich zal ontpoppen. Een bijzonder irritant meisje zou mij misschien prikkelen tot... Fiona heeft de ijzige schoonheid van een ijsberg, maar in tegenstelling tot de ijsberg zit bij haar helemaal niets onder de oppervlakte. Ik denk dat ik het best leuk zou vinden rapporten te schrijven van de monsters van mijn klas. Maar genoeg hierover, we moeten verder. Zo nu en dan kom je ouders tegen die het tegenovergestelde standpunt innemen. Die zich totaal niet interesseren voor hun kinderen. Deze zijn natuurlijk veel erger dan die trotse ouders. Meneer en mevrouw Wurmhout, bijvoorbeeld, waren zulke ouders. Ze hadden een zoon die Michiel en een dochter die Mathilda heette. En de ouders beschouwden vooral Mathilda als weinig meer dan een korstje. Een korstje is iets wat je een tijdje geduldig moet verdragen, tot je van het wondje kunt afkrabben en wegknippen. Meneer en mevrouw Wurmhout verheugden zich al op de dag dat zij hun dochtertje konden afkrabben en wegknippen, bij voorkeur over de grens of nog verder weg. Het is al erg genoeg als ouders gewone kinderen behandelen, alsof het korstjes en extra ogen zijn. Maar op de een of andere manier wordt het nog veel erger wanneer het kind buitengewoon is. En daarmee bedoel ik extra gevoelig en briljant. En Mathilda was dat allebei. Maar bovenal was ze briljant. Haar geest was zo lenig, ze leerde zo snel, dat haar gaven zelfs de allerstomste ouders hadden moeten opvallen. Maar meneer en mevrouw Wurmhout waren allebei erg onnozel en gingen zo volledig op in een onbenullige leventje dat ze niets bijzonders aan hun dochter Mathilda hadden gemerkt. Eerlijk gezegd betwijfel ik het of ze het wel hadden gemerkt dat ze het huis binnen was gekropen met een gebroken been. Mathilda's broer, Michiel, was een doodgewone jongen. Maar zoals ik al zei, van zijn zusje zouden je ogen uit je hoofd rollen van verbazing. Toen ze 1,5 jaar oud was, kon ze perfect praten en kende ze meer woorden dan de grote mensen.
In plaats van dit toe te juichen, noemden haar ouders haar een lawaaierige kletskous en snauwden haar toe dat het kleine meisje hun mond moest houden. Toen ze 3 was, had Mathilda zichzelf leren lezen door rondslingerende kranten en tijdschriften te bestuderen. Met 4 las ze zo snel en zo goed dat ze begon te hunkeren naar boeken. Het enige boek in dat hele intellectuele huishouden was een boek van haar moeder dat Koken voor Beginners heette. Toen ze dit van begin tot eind had gelezen en alle recepten uit haar hoofd kende, besloot ze dat ze graag iets interessanters. Papa, zei ze, zou u misschien een boek voor mij kunnen kopen? Een boek, vroeg hij. Wat moet je nou in vredesnaam met een boek? Lees hem, papa. Wat is er mis met televisie, verdorie? We hebben een prachtige grootbeeld tv en jij moet zo nodig een boek. Je bent een verwend nestkind. Bijna iedere middag moest Mathilda alleen thuis blijven. Haar broer, die 5 jaar ouder was dan zij, zat op school. Haar vader was op zijn werk en haar moeder ging bingo spelen in de stad 12 kilometer verderop. Mevrouw Wormhout was verslaafd aan bingo en speelde het 5 middagen per week. De middag dat haar vader haar had geweigerd een boek voor haar te kopen, ging Mathilda in haar eentje op weg naar de bibliotheek van het dorp. Daar stelde ze zich voor aan de bibliothecaresse, mevrouw Fens. Ze vroeg of ze daar een boek mocht zitten lezen. Mevrouw Fens was nogal verwonderd dat zo'n klein meisje daar zomaar, zonder ouders, aan kon zetten. Maar ze zei dat ze haar gang mocht gaan. Waar staan de kinderboeken? Vroeg Mathilda. Daar op de onderste planken, zei mevrouw Fens. Ik zal er een voor je uitzoeken met veel plaatjes erin. Nee, dank u wel, zei Mathilda. Ik vind het zelf wel. Vanaf die dag wandelde Mathilda, zoals haar moeder, als haar moeder ver weg was, naar de bibliotheek. Daar deed ze 10 minuten over. En dat betekende dat ze 2 fantastische uren had om stilletjes in een knus hoekje te zitten en het ene boek na het andere te verslinden. Toen ze alle kinderboeken uit had, begon ze rond te dwalen, op zoek naar iets anders. Mevrouw Fens, die de laatste weken geboeid naar haar had zitten kijken, kwam achter haar bureau vandaan en ging naar haar toe. Kan ik je helpen, Mathilda? Ik weet niet meer wat nog te lezen, zei Mathilda. Ik heb alle kinderboeken uit. Je bedoelt dat je alle plaatjes hebt bekeken. Ja, maar ik heb de woorden ook gelezen. Mevrouw Fens keek vanaf haar grote hoogte neer op Mathilda en keek naar haar op. Sommige vond ik niks aan, zei Mathilda, maar andere waren prachtig. De geheime tuin vond ik het mooist. Het boek zat vol geheimen. Het geheim van de kamer achter de gesloten deur en het geheim van de tuin achter de grote muur. Mevrouw Fens stond baf. Hoe oud ben jij precies, Mathilda? 4 jaar en 3 maanden, zei Mathilda. Nu was mevrouw Fens helemaal stom verbaasd. Maar ze was zo verstandig om het niet te laten merken. Wat voor boek zou je nu graag willen lezen, Mathilda? Mathilda zei, ik zou graag een echt goed boek lezen voor grote mensen. Een beroemd boek. Ik weet geen namen. Mevrouw Fens liet haar ogen langzaam langs de planken glijden. Ze wist niet wat ze moest pakken. Hoe zoek je een beroemd boek voor volwassenen uit voor een 4-jarig oud meisje? Ze dacht eerst even aan een romantisch boek, van het soort dat wordt geschreven voor meisjes van 1 jaar of 15. Maar om de een of andere reden merkte ze dat ze die plank instinctief voorbij liep. Probeer het maar eens, zei ze tenslotte. Het is erg beroemd en heel goed. Als het te lang voor je is, dan zeg je het maar. Dan zoek ik wel iets korters en misschien ook iets gemakkelijkers. Grote verwachtingen, las Mathilda, door Charles Dickens. Dat wil ik heel graag proberen, als het mag. Ik lijk wel niet wijs, zei mevrouw Fens tegen zichzelf.
Maar tegen Mathilda zei ze, ja, natuurlijk mag je het proberen, kind. De volgende middagen kon mevrouw Fens haar ogen nauwelijks afhouden van het kleine meisje dat daar uur na uur aan de andere kant van de zaal in de grote leunstoel zat met het boek op haar schoot. Ze moest het wel op haar schoot laten liggen, omdat het te zwaar was om vast te houden. Ze moest zich eroverheen buigen om het te kunnen lezen. En wat een merkwaardig gezicht. Dat kleine donkere haarige figuurtje dat daar zat te lezen, met haar voetjes een heel eind van de vloer af. Verdiept in de boeiende belezenissen van Pip en de oude mevrouw Haversham in haar spinnenwebbenhuis. Betoverd door de woorden van Dickens, de grote verteller. De enige beweging die het lezende meisje maakte, was om het zo af en toe haar hand op te heffen om een bladzijde om te slaan. Het speet mevrouw Fens altijd zo, wanneer het tijd was om naar haar toe te gaan en te zeggen, 5:10, Mathilda. De eerste week dat Mathilda kwam, had mevrouw Fens haar gevraagd, brengt je moeder je altijd en haalt ze je ook weer op? Mijn moeder, die gaat elke middag naar de stad om bingo te spelen, had Mathilda gezegd. Ze weet niet dat ik hierheen kom. Maar dat is toch zeker niet goed, zei mevrouw Fens. Het lijkt me beter dat je het aan je moeder vraagt. Liever niet, zei Mathilda. Ze heeft het niet zo begrepen op boeken lezen en mijn vader ook niet. Wat verwachten ze dat je 's middags doet in het lege huis? Gewoon rondhangen en televisie kijken. Oh. Het kan haar niet schelen wat ik doe, zei Mathilda, een beetje triest. Mevrouw Fens was toch niet helemaal gerust. Ze vroeg zich af of het kind wel alleen langs de drukke hoofdstraat kon wandelen en de weg over kon steken. Maar ze besloot zich er niet meer mee te bemoeien. Binnen een week had Mathilda grote verwachtingen uit. Dat in die uitgave 411 bladzijden telde. Ik vond het prachtig, zei ze tegen mevrouw Fens. Heeft meneer Dickens nog meer boeken geschreven? Een heleboel, zei de verblufte mevrouw Fens. Zal ik er nog één voor je opzoeken? En ja, de volgende 6 maanden las Mathilda onder het wakend en meewarig oog van mevrouw Fens alle volgende boeken. Nicholas Nickleby, Charles Dickens. Oliver Twist, Charles Dickens. Jane Eyre, van Charlotte Bronte. Trots en Vooroordeel, van Jane Austen. Tess van Duberville, van Thomas Hardy. En nog heel veel andere mooie boeken. Het was een formidabele lijst. En mevrouw Fens was tegen die tijd vervuld van verbazing en opwinding. Het was waarschijnlijk maar goed dat ze zich door dit alles niet liet meeslepen. Bijna iedereen die getuige was geweest van de prestaties van dit kleine meisje zou in de verleiding zijn gekomen en er veel ophef van te maken en het nieuws rond te bazuinen in het dorp en daarbuiten. Mevrouw Fens deed dit niet. Zij was iemand die zich met haar eigen zaken bemoeide en ze had al lang geleden ontdekt dat het weinig zin had je met andermans kinderen in te laten. Meneer Hemingway zegt een heleboel dingen die ik niet begrijp, zei Mathilde tegen haar. Vooral over mannen en vrouwen. Maar ik vond het toch wel geweldig, zoals hij het allemaal vertelt. Zo krijg ik echt het gevoel dat ik erbij ben en alles zie gebeuren. Een goede schrijver geeft je dat gevoel altijd, had mevrouw Fens gezegd. En maak je er maar niet druk over stukken die je niet begrijpt. Gewoon lekker gaan zitten en de woorden over je heen laten spoelen als muziek. Ja, dat zal ik doen. Weet je wel, zei mevrouw Fens, dat je bij bibliotheken zoals deze ook boeken kunt lenen en mee naar huis kunt nemen. Dat wist ik niet,
zei Mathilde. Zou ik dat ook mogen? Ja, natuurlijk, zei mevrouw Fens. Wanneer je een boek hebt uitgezocht, breng je het bij mij, zodat ik het kan noteren en dan mag je het 2 weken houden. Je kunt er ook maar 1 meenemen, zoals je wilt. Vanaf die dag ging Mathilde nog maar 1 keer per week naar de bibliotheek om nieuwe boeken te halen en de oude terug te brengen. Haar eigen kleine slaapkamertje werd nu haar leeszaal en daar zat ze bijna elke middag te lezen, vaak met een beker warme chocomelk naast zich. Ze kon nog niet overal bij in de keuken, maar er stond een klein kistje in de bijkeuken dat ze altijd haalde om op te staan wanneer ze iets wou pakken. Ze maakte meestal warme chocola door melk op te warmen in een pannetje op het fornuis en er daarna cacao bij te doen. Ovo maltine maakte ze ook wel eens. Het was prettig om iets warms mee naar boven te nemen en naast zich te hebben, wanneer ze 's middags in haar stille kamertje in het lege huis zat te lezen. De boeken voerden haar mee naar nieuwe werelden en lieten haar kennis maken met wonderbaarlijke mensen die opwindende levens leiden. Ze voer mee op oude zeilschepen met Joseph Conrad. Ze ging naar Afrika met Ernest Hemingway en naar India met Rudyard Kipling. Ze reisde zo de hele wereld rond in haar kleine kamertje in een Engels dorp.